Schokkende details in zaak Charlène. Kritiek op aanpak motorbendes. Goeiedag. Ze is gewurgd en over de reling van de flat gegooid. Dat blijkt uit onderzoek naar de dood van de 8-jarige Charlène uit Hogeveen. Mick van Wely, welkom. Jij weet alles van deze zaken. Wat is daar nou gebeurd? Charlène was een meisje van 8 en die woonde in Hogeveen. Haar ouders waren gescheiden. Ze leefde bij haar moeder. In juni 2015 werd ze dood onderaan de flat gevonden waar zij verbleef. Haar moeder is toen ook gezien. Was doordrenkt met alcohol, liep daar beneden rond. En ze werd ook toen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Maar eigenlijk na een paar dagen weer vrijgelaten. En het is zo dat er is toen wel gekeken naar de doodsoorzaak. En toen is ook door de patholoog wel gezegd, er lijkt wel iets van mogelijke verwurging. Ja. Maar daar bleef het eigenlijk bij. Dus die vrouw is toen ook weer vrijgelaten. Alleen haar vader, de vader van Charlène, heeft altijd gezegd, ik weet zeker dat ze niet naar beneden is gevallen. Ze is geduwd. En wat heeft die vader gedaan om dat om op gang te brengen? Nou, de vader heeft eigenlijk tot nu toe, dus 2,5 jaar lang, is hij maar naar de instanties, ook naar hulpverlenende instanties toe gegaan en gezegd van, hoe kon het dat mijn kind daar niet weg kon gaan en jullie hebben gefaald in de toezicht. En ook aan de bel getrokken bij justitie en gezegd, jongens, dat kan niet waar zijn. Zij moet vervolgd worden. En uiteindelijk een procedure gevoerd, hè? Ja, uiteindelijk met een advocaat, Lisbeth Poortman als eerste. En later met Sebels Dijkstra hebben ze ook externe expertise ingeschakeld. En is het gelukt om bij het hof vervolging af te dwingen. Met succes. Een ander officier van justitie, dus elders, heeft het onderzoek nog een keer bekeken. En die hebben vervolgens een expert in verwurging laten kijken naar die sporen, naar dat eerdere onderzoek. En die heeft geconcludeerd, jongens, hier moet gewoon sprake zijn van verwurging. En dat maakt het eigenlijk nog triester. Ja. Dat zij dus voordat ze naar beneden is geduwd, want dat denkt het OM ook, ze is echt naar beneden geduwd, is ze ook nog eens een keer verwurgd. Ja, dit is niet zoals het NFI het heeft geconcludeerd, hè? Nee. Dus hoe moet dat dan verder? Want dat is de instantie die dat normaliter doet. Normaal gesproken wel, maar het NFI, kijk, het OM heeft daar in eerste instantie is niet meteen heel grootschalig onderzocht door de politie, hè? Maar het is eigenlijk van, het NFI heeft daar onvoldoende, denk ik, op ingezet. Ja. En het OM kon vervolgens ook niks, want die hadden ergens geen materiaal. Maar ik denk dat het aan alle kanten is er gefaald. Zowel door politie als OM, als door de experts. Er is gewoon in het begin gewoon onvoldoende doorgepakt. Maar nu dus sporen zijn van, mogelijk is toch sprake van een verwurging. Zeg je, is de zaak rond nu? Nee, absoluut niet. Nee. Want kijk, het feit, die vrouw is in oktober nu alsnog opgepakt. Zij zit nog steeds vast. De advocaat probeert haar vrij te krijgen, heeft beroep aangetekend. Nou, twee keer is het afgewezen, dus er ligt echt wel iets tegen die vrouw, anders zit ze niet nog steeds vast. Maar je krijgt natuurlijk straks getouwtrek in de rechtszaal. Hè. De verdediging zal komen met contra-expertise, die komen ook met een forensisch expert. Die zal zeggen, ik zie geen duidelijke. Dus het is nog lang niet beslecht, deze strijd. En wat ook belangrijk is, is dat de vader dus doorgaat met knokken, ook civielrechtelijk. Hij wil dat alle hulpverlenende instanties die hebben gefaald bij het toezicht op het meisje, dat die worden aangepakt. Oké, nou woensdag dan staat de moeder van Charlène voor de rechter in een pro forma zitting.